Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. We hebben vandaag te maken met enkele hoge wolkenvelden die over het land trekken. Maar verder zijn er ook flinke zonnige perioden. Het is een echte zomerdag en met temperaturen die oplopen naar zo'n 20 tot 25 graden... is het denk ik voor velen ook een aangename zomerdag. De wind komt uit westelijke richtingen en die is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3, aan zee af en toe windkracht 4. Hoogste temperatuur uit IJdele, uiteraard in Limburg. En op de Waddeneilanden wordt het vandaag zo rond de 20 graden. Vanavond ook nog prima zomerweer. Halverwege de avond is het de graden of 20. De zon blijft van de partij, blijft ook overal droog. En de wind neemt nog iets in kracht af. De komende dagen wordt het dan snel warmer. Morgen gemiddeld 23 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden al 28. En daarbij volop zonneschijn. Ook woensdag verwacht ik veel zon en daarbij een oostelijke bries. Temperaturen gaan dan verder omhoog naar 25 tot 30 graden. En op sommige plaatsen kan het al 32 of 33 graden worden. Donderdag en vrijdag blijft het zeer warm. Luchtvochtigheid neemt wel iets toe, waardoor de kans op een onweersbui geleidelijk groter wordt. We hebben deze week te maken dus met een hittegolf. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl